Maurits Cornelis Escher was een Nederlandse kunstenaar die vooral bekend stond om zijn werken die speelden met wiskunde, oneindigheid en zogeheten onmogelijke objecten. Dit soort onmogelijke objecten, zoals deze en deze, hebben mij vroeger altijd heel erg geboeid. Tuurlijk, het klopt niet. Maar wat klopt er dan precies niet? Overtreedt het ergens een bepaald soort regel en waarom ben ik er zo door in de war? Nu is er een prachtige videogame waar ze dit soort kunstwerken hebben omgezet in speelbare puzzels. En die ga ik vandaag proberen op te lossen. MC Escher, deze is voor jou. We duiken er gewoon meteen maar even in. Als je de game opstart krijg je niet eerst een minuutje of zo. Je krijgt gewoon meteen het allereerste level. Het enige wat je hoeft te doen is klikken en dan loop je personage erheen. En zoals je al ziet, dit ziet er redelijk onmogelijk uit, maar... Oh, oeh, dit is leuk, dit is leuk. En voor mij kunnen we later ook nog met de camera gaan spelen. Het idee is gewoon, het level lijkt onmogelijk, maar door hier en daar wat slimme trucjes toe te passen, zou je het opeens wel moeten halen. Een redelijk interessante puzzelgame. Oh, nu krijgen we het introscherm, oké. Okay. Ja, dan weet je vast een beetje waar je voor hebt ingeschreven. Ik heb er echt super veel zin in en ik heb zelfs nog hier en daar wat kleine leuke feitjes. Bijvoorbeeld, waarom is het recept van Coca-Cola eigenlijk geheim? Het is een daadwerkelijk geheim recept. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat de paar mensen die het recept weten niet samen in één vliegtuig mogen zitten. Zo niet zoals het krabburger recept bewaard in een kluis of zo. Nee. Het zit echt in een paar mensen hun hoofd. En ja, die zou je dan misschien nog kunnen martelen. Maar als je dat gaat doen, zeg niet dat het mijn idee was. Maar waarom is het nou precies geheim? Nou, zoals je misschien weet, Coca-Cola heeft echt wel een unieke smaak. Je hebt dingen zoals Pepsi, je hebt River Cola en shit. Allemaal best lekker, maar het is toch net een klein beetje anders. We zitten nu al meteen al in chapter 2. Is dat niet gewoon... Ik wil even zeker weten dat wat we net deden heel chapter 1 was. En dat ik niet per ongeluk nu gewoon de eerste paar levels skip. Ik vind het zo raar dat de game me meteen naar die 2 toe stuurt. Oh, hier kan je wel gewoon in. Nee, oké, dat is wel... Oké, laat maar. In dat geval wil ik toch wel graag wereld 2 proberen. Even terug naar Coca-Cola. Er zijn een heleboel verschillende merken cola. Die smaken toch echt allemaal wel een klein beetje anders. Maar in principe is het niet verboden om gewoon heel Coca-Cola te jatten. Als jij het exacte recept hebt, zou je het gewoon mogen stelen. Of nou ja, er is iets genaamd een patent. Je kan een patent aanvragen en dan mag niemand dat exacte idee stelen. Het ding is, zo'n patent verloopt op een gegeven moment. Coca-Cola zou een patent kunnen hebben, maar dat is dan na 20 jaar verlopen. Maar als je nou gewoon geen patent aanvraagt en dat iedereen die formule gewoon kan kopiëren, maar de formule heel erg geheim houdt, dan kun je ervoor zorgen dat je jarenlang 3 euro kan vragen voor een fles die eigenlijk, ja, qua realistische kosten voor Coca-Cola waarschijnlijk 10 cent kost om te vullen. Het is dus eigenlijk veel economisch slimmer om het geheim te houden. Moet het geheim houden alleen wel een klein beetje lukken. Oké, nou wordt het... Ja, maar hoe kom ik daar dan? Waarschijnlijk moeten we deze weer gaan draaien. Ik vind dit echt zo tof gemaakt. Echt een hele vette game. Grote props naar de makers. Ja, echt wel een soort game. Ja, het is uniek. Ik vind het vet. Ik kan het niet per se beschrijven. Het is gewoon weer eens heel wat anders dan al het andere wat ik gespeeld heb. En daar ga ik wel lekker op. We hebben het nu gewoon gehaald, toch? Of... Ja, oké. Het duurt allemaal zo lang. Oh, oké. Complete. Gaan we lekker door naar... Ga je iedere keer weer helemaal naar het menu? Ze doen wel heel dramatisch. Maar heeft deze game echt 8 puzzels of zo? Nou ja, als je er zo naar kijkt, zou je zeggen dat er 4 puzzels zijn. Maar het is een soort Escher-ding. Dus waarschijnlijk blijft dit ding gewoon oneindig roteren. En kun je er alsnog gewoon 100 levels in stoppen. Maar voor nu gaan we eventjes gauw naar level 3. Poeh. Dit gaat nog wat worden, de verborgen tempel. Vraag me nu vooral een beetje af, zou je hier af kunnen springen? Kan ons poppetje ook een klein beetje klimmen? Nee. Oké, dan moeten we toch echt wel de camera een beetje gaan draaien, denk ik, om hier nog uit te komen. Want ik zie het er nu toe verrassend weinig mogelijkheden in. Toch? Ik heb een beetje lopen spelen met mijn cursor en ik zie dat deze dingen, daar kan je op klikken. Dan kun je ze waarschijnlijk... Oh, schuiven. Oké. Het is een soort... Maak je eigen brug. Nou kun je deze natuurlijk die kant op schuiven, maar dan komen we daar nog niet. Waarschijnlijk kan je deze dan... Nee. Nee. We kunnen natuurlijk wel dit doen. Ah, en dan daar het trappetje op. Die zo schuiven. Die zo doen.
Dan die kant op. Die kan niet naar beneden, maar we kunnen wel vast helemaal daarheen lopen, denk ik, via dit dingetje hier. Ik heb een klein beetje gepraat over Coca-Cola. Ik heb nog een ander leuk bedrijfsgeheim, wat ik wel een hele interessante vond. Namelijk de vraag, waarom zijn AirPods altijd wit? Dat is eigenlijk best wel raar, aangezien heel vaak willen mensen dingen toch wel in een andere kleur hebben. Het is eigenlijk gewoon een soort geniaal stukje marketing. Omdat AirPods altijd wit zijn, als ik iemand zie met witte doppies, denk ik eigenlijk altijd al, wauw, ze kunnen me niet horen, ze hebben AirPods in. Het is een geniaal stukje marketing. Ja, voor de rest valt er niet heel veel over te zeggen, maar ik heb wel nog een ander feitje over Apple-y. En namelijk het zogeheten iPhone-gezicht. Er is een soort, misschien moet je hier even opletten. Long have these old bones whetted in darkness. How far have you wandered, silent princess? Heel zwoel opeens. Why are you here? Ja, geen idee, een beetje puzzeloos. Prima, als ik maar lekker door mag. In ieder geval, er is een bepaald fenomeen waar je films hebt die bijvoorbeeld zich afspelen in de middeleeuwen. Maar het voelt een beetje ongeloofwaardig ofzo. Omdat sommige mensen hebben gewoon een gezicht wat wij er eigenlijk gewoon te modern uitvinden zien. En dat past dan opeens niet in een soort middeleeuws verhaal. En het woord dat daarvoor bestaat is dus iPhone-gezicht. Dan heb je een iPhone-gezicht. Dat gezicht, ja, is gewoon... Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat de iPhone er nou precies mee te maken heeft. Maar dat is wel hoe het heet. Oké. Okay. Ik vind het ook echt heel leuk dat er nog allemaal geluidjes bij zitten en zo. Het kleedt het echt wel heel fijn aan. Voor de rest vind ik het heel tof, want de levels lijken eigenlijk altijd onmogelijk. En dan moet je maar gewoon een beetje klikken en dan kom je er meestal wel uit. Alhoewel, we zijn natuurlijk wel helemaal aan het begin van de game. Laat ik niet meteen te coole uitspraken doen. Misschien wordt het zo meteen gewoon fucking moeilijk. En dan wordt het janken met de pet op. Deze kan niet nog... Oh, dat kan wel gewoon. Enig probleem is, we zijn er nog niet. Ja? Nee? Ik zat hier voor de grap een beetje mee te klooien, maar hier ligt wel natuurlijk het antwoord. Je moet dit doen waarschijnlijk en dan zo. Ik kwam er ook alweer een beetje vandaan, geloof ik, maar... Als we nou gewoon daar gaan staan. Je bent misschien ergens te geneigd om te denken dat je de hele structuur moet belopen, waardoor je een klein beetje... Ja, jezelf in de verwarring brengt, toch? Ah. Zo. Oké. Okay. Wat is dit, level 4 of zo? Nou, gaat best steady, gaat best steady. Lief poppetje ook wel. Ik weet niet waar al die lijpe figuren in één keer vandaan komen, maar... Doet me heel erg denken aan een bepaalde YouTube-video die ik vast ook wel eens eerder aan heb gehad. Er is een soort video van hoe visualiseer je vier dimensies. En dan zeggen ze, dubbel het. Maak er 5 dimensies van, maak er 6 dimensies van, maak er 7, 8, 9, 10, 20 dimensies van. Het doet heel veel pijn aan je hoofd. Ons brein kan niet veel verder dan 3 dimensies, maar je kan daadwerkelijk 4 dimensies visualiseren. Het is gewoon een soort as. Waarop je 4 dingen hebt die verschillend kunnen zijn. Wij zijn gewend aan een X, Y en Z as bij 3D. En je kan daar gewoon een B as aan toevoegen in principe. Het is een beetje raar, ons brein snapt het niet, maar het kan in de wiskunde in ieder geval. Je kan een grafiek maken waar je gewoon, ja, 20 kanten op kan met een pijl. Dat kan blijkbaar. Ik heb zelf ook geen wiskunde gestudeerd, dus voor de rest niet bij mij aankomen kloppen. Ah! Echt, ja, ik moet niet te veel simpen, maar voor het feit dat ik echt, nou, fucking... €8 betaald heb voor deze game, vind ik hem echt super tof. Je kan geen dingen draaien als je erop staat, geloof ik. Dus net precies, dit zal niet de oplossing zijn. Dan is de vraag vooral, wat kunnen wij gewoon nog meer draaien? Dat kan bewegen. Dan is even de vraag, hoe gaan we dat handig gebruiken? Lopen we daarheen, dan parkeren we onszelf eventjes daar. Heel fijn. En dan... Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Zo ver heb ik er ook nog niet over nagedacht. Het is me wel opgevallen dat hier een deur zit en hierboven ook. Die zijn waarschijnlijk met elkaar verbonden. Maar hoe willen wij ooit daar gaan komen? Misschien moeten we gewoon eventjes doordraaien alle kanten op. En dan even kijken of er misschien toch nog per ongeluk een beetje een rare mogelijkheid bestaat. Oké. Okay. Ja, je kan dus niet draaien als je erop staat waarschijnlijk. Ook in dit geval niet, toch? Nee, deze wel. Deze wel. Die draait dingen met die handvaten kunnen niet. Maar die met die stippen natuurlijk wel. Ja, dan is het allemaal een stuk makkelijker dan gedacht. Ik hoop niet dat je deze video kijkt en gewoon volle bak gefrustreerd bent. Ja, het past wel een klein beetje bij mijn kanaal hoor. Gewoon gefrustreerd worden door de gameplay. Maar dat is dan meestal bij games waar je een beetje skill nodig hebt. En hier zit de skill toch wat meer in je brein. Dan lopen we hier het water in en dan gaan we dood ofzo. Dat is... het gaat nog helemaal door naar het andere ding. Ze maken de levels ook gewoon steeds groter. Waarom ook niet?
Ja, één groot feest, joh. Één groot feest. Heb ik nog wel een leuk feitje over parachutemakers? Ja, je had het niet gevraagd, maar ik geef hem toch aan je. Ik heb een tijdje geleden zelf voor het allereerst in mijn leven een parachutesprong gedaan. Dat was best wel eng. Maar dan toch vooral omdat je niet volledig vertrouwen hebt in die parachute. Je legt toch je leven in de handen van de persoon die parachute klaar heeft gemaakt. En als die besluit een grote prank met je uit te halen, ben je gewoon dood. En over dood gesproken, dit lijkt ook best wel dood te lopen. Ik vraag me af of ik gewoon heel erg iets mis. Of je kan ook gewoon helemaal hierheen. Zie je dat daar? Misschien is dat de bedoeling. Dat de oplossing eigenlijk aan de achterkant van dit gebouw zit. We moeten toch een klein beetje leren denken in 3D of zo. Je kan ook niet meteen doorlopen naar boven hier. Je kan hier ook niet doorlopen, geloof me. Ik heb overal wel zo'n beetje op geklikt. Dus wat kan dan wel? Ik vraag me echt af hoe ik het over het hoofd heb gezien. Maar hier zitten ook nog van die dingen. Ja, het zit gewoon best wel mooi geblend in de gebouwen soms. Waardoor je gewoon niet ziet dat je dat soort opties hebt ofzo. Dat is het enige excuus wat ik echt een klein beetje kan bedenken. Oké. Nou beginnen we pas echt te draaien. Oké. Loop hier naar beneden toe. Ondertussen eventjes over die parachute. In Amerika is het dus zo dat de mensen die de parachute klaarmaken, die ervoor zorgen dat ze dus gereed zijn, die worden soms opgedragen. Oké, weet je wat? Jij moet nu springen met die parachute die je hebt klaargemaakt. Waardoor je dus misschien toch net iets extra je best doet. Want ergens staat dus op een abstracte manier altijd jouw leven op het spel. Ik vond het een erg cool systeem. Ik vind het echt bijna irritant hoe enthousiast ik ben over deze game. Ik weet niet. Het is gewoon echt iets wat bij mij past. En ik ben echt gewoon heel erg ongegeneerd aan het genieten. Hopelijk kan ik je gewoon een klein beetje meenemen in het enthousiasme. En anders blijf je maar gewoon lekker kijken voor de gave feitjes. Ja toch? We zijn er nu of er moet nog meer gebeuren? Oké. Ja, nou. Ik heb toch nog wel een uurtje te vullen. Dus in dat opzicht. Ik zag de game is op YouTube. Dat check ik meestal wel een beetje als je hem uit wil spelen. Dan was je een uurtje bezig, maar dat is wel iemand die gewoon precies weet wat hij doet. Die is, zeg maar, binnen 5 minuten waar ik nu ben, zeg maar. Dus ja, hè? Ik denk dat ik er zomaar best wel een redelijk aantal uurtjes zoek mee kan zijn. Vooral als de levels langzaam steeds moeilijker beginnen te worden. En we dan hier moeten staan, dan kunnen we hem zo draaien. Onszelf daar even neerzetten. Of misschien moeten we gewoon vanaf hier al... Ik zie namelijk hier ook nog wat schuifdingen. Oké. Dan lopen we hier even die deur in. Ik weet niet waar we dan precies uitkomen. Oké. Deze game zit zo tof in. Oké, stop. Ik ga nu echt stoppen. Als we nog één keer iets positiefs zeggen over de game. Zet gewoon de video af of zo. Je moet me een klein beetje afstraffen. Geef een duimpje naar beneden. Weet je wat? Ik verdien het ook gewoon. Ik ga niks positiefs meer zeggen. This was the Valley of Man. Now all that remains are our monuments, striped of their glories. Stripped? Striped? Stripped. Thieving princess, why have you returned? Ja, weet ik veel. Voor de puzzels of zo. Die hier overigens niet heel mooi of tof uitzien. Laat ik dat eventjes gaan benadrukken. Oh, dan ben ik... Het gaat maar door, joh. Het gaat maar door. Vanaf hier kan ik vast zo... Naar het einde toe. Oké. Ik wil nu weer iets positiefs zeggen, maar ik ga me in. We gaan gauw door naar de andere feitjes. Ik wil namelijk een klein beetje praten. Kijk even naar mijn lijstje. Dat probeer ik er normaal een beetje uit te knippen, maar anders dan mis je net zo dit soort hele fantastische cutscenes. Ik wil een klein beetje praten over iets wat ik op stream ook al behandeld heb. Namelijk de zogeheten Tunnel of Love. Misschien werd het vroeger wel eens gezien in cartoons of zo, weet je. Dan heb je een soort tunnel met een hartjesvorm. En daar gaan mensen dan in zitten in een zwanenbootje. Dat was vroeger echt heel erg het ding. In 1950 had Amerika in totaal 700 Tunnel of Loves. Het is een soort dark ride, weet je. Zoals de Fata Morgana of de Droomvlucht. Waarom waren die een tijdje zo gigantisch populair? Nou, het was eigenlijk een soort... bewuste, voor mensen gemaakte fondsplek. Jij ging daar in de rij staan met een meisje die je leuk vond. En dan was je eigenlijk een beetje gespannen, want je wist allebei... Nou ja, we vinden elkaar wel leuk. Hier gaan wij misschien onze allereerste zoen delen. Ik heb zo het idee dat als je deze gasten aanraakt, dat je weer naar het begin wordt teruggezet. En dat ze daarom een soort patrouille lopen om toch nog een soort enemies in de game te introduceren.
Dat is prima. Gewoon eventjes heel goed op onze passen letten. Misschien hebben we de verandering van het level wel behouden. Dus desnoods worden we ergens anders wakker. Is niet meteen alles vergaan. Vooral de terugweg is echt maar een klein stukje timing. Hoehoehoe. Gewoon rennen, gewoon rennen, gewoon rennen. Kan wel, kan wel, kan wel, kan wel, kan wel. Oké, okay, ik sta hierop. Kak. Oh, oké. Okay. Maar die tunnels waren dus eigenlijk een soort bewuste plekken gemaakt voor mensen om, ja, laat ik het even zo zeggen, vieze dingen te doen. Ren, 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 ren. Oh, ze doen alleen maar alarm slaan? Dan moet ik hier staan en hem dan eventjes gauw draaien. Ah, oké, okay, ze maken je niet per se dood. Dan zie ik niet helemaal het nut van die mannetjes. Ze laten alleen een beetje zien hoe het level loopt ofzo. Kan ik nog iets draaien toevallig? Oh, dat kan ik zeker. Kunnen we mooi die kant op. Even terugkomend op de Tunnel of Love is de vraag misschien vooral waarom hebben we dat vandaag de dag niet meer. Vroeger was het blijkbaar toch gewoon ja, ietsje anders met affectie in het openbaar. Je ging niet echt ergens in een bioscoop lopen tongen ofzo. Dat was niet netjes. Dus dan moest je dat toch ergens een beetje stiekem doen. Daarom zag je vroeger ook vaak wel in films en series dat ze dan, als je eenmaal je auto had, dat Amerika natuurlijk al op een jongere leeftijd kan, dan rijden naar een afgelegen plek. Of dat je die bioscopen waar iedereen dan in zijn eigen auto zat. Ik ben zelf niet zo erg fan van gepijpt worden in de bios of zo. Weet je, soms moet je gewoon even gepijpt worden, natuurlijk. Maar ik vind het toch een beetje aso, vooral voor de andere mensen in de zaal of zo. Ja, is toch een beetje... Je moet er net een klein beetje van houden. Sommige mensen hebben zoiets van, ja, ga niet andere mensen betrekken in jouw seksuele fetismus, weet je wel. Valt ergens wat voor te zeggen. Nou, vroeger kon je dat dus doen in zo'n soort liefdestunnel. En toen op een gegeven moment verdween dat hele idee dat dat daar een beetje hoorde te gebeuren. En nu hebben we alleen nog maar de Fata Morgana, waar volgens sommigen heel veel smerige dingen gebeuren. Ik heb een klein beetje hierover gelezen. Wordt er nou veel gesext in de Fata Morgana? Het verhaal was een beetje dat op een gegeven moment de Efteling een fotomoment toevoegde aan de Fata Morgana. Ah, je kan er niet langs lopen. Oké. Okay. Dan moet hem toch proberen misschien hier ook onder te krijgen of zo. Gaat hij daar wel heen helemaal? Nee. Het verhaal was dus in ieder geval dat ze bij de Fata Morgana op een gegeven moment een fotomoment toevoegden. En dat het daar eigenlijk helemaal misging. Want in één keer had je heel veel mensen die altijd liepen te seksen. Ah, in de Fata Morgana. Die in één keer heel erg last hadden van een onverwachts fotomomentje, zeg maar. Nu had ik al een kijker in de chat die zei dat dat inderdaad gebeurde. Dat hij bij de Efteling werkte en dat het vaker gebeurde dat die foto's ook in een soort specifiek archief gingen. Ergens heb je een soort muur vol met vieze foto's van mensen in de Efteling. Aan de andere kant, dat klinkt niet heel erg als Efteling, man. Ik weet niet. Efteling heeft juist altijd wat heel erg kindvriendelijke en zo. Dat zouden zij nooit doen. Fok. Volgens de Efteling gebeurt het dus een stuk minder vaak. Maar Loopings heeft op een gegeven moment een expert naar het park gestuurd. Die ging kijken van, yo, wat is nou de allerbeste plek om vieze dingen te doen? En die zei, je moet niet in de Fata Morgana zijn. Weet je, de Fata Morgana, dat daar vieze dingen gebeurt, is vooral een Fata Morgasme. Vond ik een heel mooi woord. Nee, Carnaval Festival. Daar moet je smerige dingen doen. Waarom? Fata Morgana heeft toch net iets te vaak gewoon drukke bootjes. Zitten er vaak andere mensen in jouw boot. Mensen in de boten voor en achter je. Die boten zie je ook gewoon. Maar het allemaal extra azo als jij daar een beetje loopt te krikken. En er komt gewoon een kindje langs. Verder wordt er door kinderen in die attractie, iemand die toch wel een beetje eng is, ook veel meer gehuild. Is gewoon niet helemaal de sfeer. Hij zei, nee, Carnaval Festival moet je doen. Daar hebben ze namelijk nog niet overal camera's hangen. Alhoewel, dit was wel in 2014. Dus ik weet niet helemaal of dat nog steeds een valide idee is. Ik heb vernomen dat als ze dat werk betrappen, dat ze er wel gewoon op aanspreken. Ik voel me dat wel af. Ja, misschien is het makkelijker om gewoon niks te zeggen en gewoon die mensen door te laten gaan dan ongemakkelijk te zeggen, hey, stop je pik terug in je broek en verlaat het park even alsjeblieft. Ik heb vernomen dat je er wel gewoon op aangesproken wordt en dat je dan dus het park moet verlaten. Mijn laatste tip zou dan zijn, als je het dan toch gaat doen, doe het aan het einde van de dag. Dan is het sowieso wat rustiger in het park. Dit is erg onhandig. Hè? Hoe krijg ik die guy dan weg? Als ik hem zo doe, kan ik er niet meer overheen lopen. Ik zou bijna zeggen dat iets te maken heeft met dat kommetje of zo. Ah! Een verborgen oplossing. Soms denk je, nee, dit moet het zijn, maar dan heeft het level toch weer iets Escheriaans erin gestopt. Dit is geen compliment, dit is gewoon een beschrijving wat er gebeurt. Dus ja, dat was eigenlijk alles wat ik daarover te zeggen had. Oké, zal ik er gewoon even een flinke slinger aan geven? Zo! Oké, ik denk dat we eerst gewoon even hier moeten staan en dan maar gewoon een klein beetje kijken wat er allemaal naar ons toe komt. Verder hebben we nog wel een kleine leuke persoonlijke update. Misschien
Wie weet begint binnenkort de derde Serpent Gameplay Era. Heel lang heb ik video's gemaakt bij mijn moeder thuis op zolder. Echt allerlangste deel van de tijd. Toen op een gegeven moment was ik 25, had ik toch zoiets van ja, ergens zou ik ook wel een keer uit huis willen. Vooral omdat ik toen helemaal klaar was met mijn studie. Dat ik toch zoiets van ja, nu doe ik toch iets wat lijkt op werken of zo. Misschien is het dan wel een keer toepasselijk om op mezelf te gaan wonen. Dus ik had een huurwoning in Heergewaard gevonden, waar ik nu al een tijdje redelijk gelukkig zit. Eerlijk gezegd is het echt een leuke huurwoning, maar het voornaamste probleem is toch een beetje, je betaalt €1400 huur per maand. En dat is toch geld wat in een soort bodemloze put verdwijnt en je ziet het nooit meer terug. Ik zit hier ondertussen al een tijdje, dan hebben we het over ruim 2 jaar. Dus bedenk eventjes hoeveel geld dat grapje ondertussen wel niet heeft mogen kosten. Hebbes. Een koopwoning is de volgende stap. En ik heb een redelijk interessant huis gevonden waar ik misschien wel interesse in heb. Het is een heel bijzonder huis. Ik wil niet te veel over zeggen. Ik heb zoiets van, ja, mogen dat werk zo komen dat ik het koop, dan ga ik natuurlijk heel uitgebreid alles ervan laten zien. Maar het waren oorspronkelijk 2 woningen. En die zijn op een gegeven moment samengevoegd. Alle muren eruit gemolken, waardoor het een soort raar molocht gebouw wordt. Dat is op een gegeven moment weer opgesplitst in 2 woningen, maar wel nog op 1 adres. Waardoor een deel onderverhuurd kon worden. Maar nu wil ik eigenlijk kijken of ik het juist weer tot 2 adressen kan maken. En dan 1 deel gebruiken als kantoor. Daar echt een hele zieke studio in bouwen. Je hebt een soort heel klein stukje ruimte waar je dan je computer neer kan zetten. Echt, nou, misschien 2 meter naar achteren, niet eens. Maar dan heb je een heel lijp uitzicht. Namelijk, zeg maar, de hele benedenverdieping. Zo'n hele grote ik denk dat het echt voor video's en zo echt heel tof kan worden. Ik heb een eerste bezichtiging gehad. En nu heb ik morgen een 2e bezichtiging met mijn moeder en Billy's moeder. Toch mensen die misschien al iets langer leven en iets meer van wonen weten. En ik heb nu ook al een aankoopmakelaar om armen geslagen die nog even een andere taxatie kan doen. Een beetje kan kijken. Het huis is best wel oud. Dingen zoals houtrot en zo. Bizar slecht geïsoleerd. Dat zijn toch wel kleine dingen waar je een beetje rekening mee moet houden, geloof ik, in deze dagen en tijd. Ik kan in ieder geval even laten weten dat ik ermee bezig ben. En ja, misschien is het wel een van de laatste video's hier. Nou, gaan er best even wat tijd overheen. Ik heb ook gebeld met de Rabobank. Niet heel enthousiast geworden van dat gesprek. Als ik een beetje keek wat ik mocht gaan betalen als ik het volledige bedrag wilde gaan lenen, ging het echt al snel over €3000 per maand hypotheek betalen. Is dan natuurlijk een groot deel aflossen in. Maar toch, ja, ik wilde juist af van die 1400 huur. Dan is 3 doezoe wel een heel duur grapje. Ja, misschien kan ik het momenteel nog ophoesten. Maar de vraag is een beetje, kan ik dat over 5 jaar ook? Ik wil niet meteen dat zodra de video's iets minder goed bekeken worden en mensen mijn stream niet meer willen kijken, dat ik in één keer in een soort financiële stress zit. Ik wilde juist een koopwoning, omdat ik dan voor mijn gevoel een beetje wat financiële stress van me af kan laten zakken ofzo. Dit schiet niet op. Hoe werkt dit? Hoe ben ik hier überhaupt opgekomen? Is dit überhaupt wel wat ik wil momenteel? Waarom zit daar een oogbal? Zoveel vragen. Oh! Huh? Oké. <Okay. laughs> Dat ging makkelijker dan verwacht. Poeh! Ik kom echt iedere keer zo'n level binnen. Ik denk meteen wel van, nou, dit wordt nog wat. Oké. Solide, solide. We zullen vast weer terug moeten op deze gele pilaar. Oké, tot nu toe gaat dit level nog redelijk zijn gangetje. Voor de rest, andere kleine levensupdate. Ik was gisteren op een technofeestie. Dus als je denkt, waarom ziet die gozer er zo fokt op uit? Nou ja, het zal daar misschien iets mee te maken hebben. Ik ging daar eigenlijk heen voor de keiharde beuk techno. Maar ik ben eerder een beetje gebleven voor de disco muziek. Ik vond dat echt veel chiller dan ik eigenlijk had verwacht. Ik denk dat we wel dit moeten doen als er iets op die play moet en ik ben het niet. Dan eventjes zo een kleine switcheroo doen. Je kan wel gewoon trappen af, toch? Oh, dat kan niet. Oké, dan wordt dat erg onhandig. Er zit hier een ladder. Oké. Dan kunnen we vanaf daarop en dan waarschijnlijk daarheen. Ik moet echt mijn best doen om geen complimentjes te geven. Sjoep, sjoep, sjoep. Die kant op. Hartstikke mooi. Ja, echt een heel leuk feestje gehad. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Ook nog eens heel mooi weer. Erg van genoten. Hoe ga ik dat ding ooit daarboven krijgen? Of nou ja, waarschijnlijk moet die pilaar dan gewoon daarop staan. Huh? Oh. Oké. Okay. Dat gaat richting de goede. Oh, hij schuift natuurlijk nog steeds. Echt, ieder level leer je weer wat nieuwe trucjes of zo. Je leert steeds meer denken. Zoals de game wil dat je denkt. Ja, daar vind ik voor de rest niks van. Als je dat maar even weet. Waar ben ik nu überhaupt? Ik zit gewoon in een afgesloten kamer, toch? Waar ben ik?
Ik kan moeilijk dingen doen als ik er... Nou, in principe. Kan wel gewoon. Niet zo moeilijk doen, gast. Schuif, schuif, schuif. En het gaat maar door. Ik denk dat de levels op een gegeven moment gewoon 30 minuten lang gaan maken. Ja, dan kom je nog redelijk uit met 5 levels, ja. Als het gewoon maar doorgaat. Ik ben nu nog steeds die pilaar. Nou, in principe geen probleem. Nou, nu misschien wel. Oh, we zijn er weer. Oké. Ik kan waarschijnlijk wel nog steeds dit ding schuiven als die pilaar erop staat. Ja, precies. Oeh, en dan moet je daar allemaal gekke constructies mee gaan maken. Ik krijg nu al een klein beetje hoofdpijn. Dat was wel een beetje waar ik het minst naar huis zat te kijken eigenlijk. Je zou deze nog helemaal zo kunnen schuiven. Kan je niks mee, maar het zou in ieder geval kunnen. Nou, waarschijnlijk moeten deze twee knoppen tegelijkertijd indrukken. Ja, precies. Dan moeten twee lampjes aangaan. Dan is de vraag, hoe krijgen we dat blok daar? Nou, waarschijnlijk... Hoeft niet eens. We kunnen gewoon onszelf hierheen halen. Knopje indrukken. We hadden eigenlijk al moeten weten aan de hand van die knop dat wij daarheen moesten. Dan wij eventjes, nou bijvoorbeeld hierheen. Dan eventjes deze draaien. Ja, precies. Dan kan ik dat blok via dat ding roteren. Doen we hem even zo. En dan de pad. Heel mooi. Zou dit het einde zijn? Zal waarschijnlijk niet. Nee. Maar hetgeen waar we nu uitkomen ziet er wel heel minimalistisch uit. Alhoewel het wordt met de seconde minder minimalistisch en toch weer een klein beetje abstract. Oké, dan. Ja, je mag er niet op draaien als jij erop staat. Dus het blok zal er wel op moeten. Die kunnen we dan daar neerzetten bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt. Dan kunnen wij, ja, niet zoveel. Oh, je kan op het blok staan. Je kan op het blok staan. Ik had het nog niet eens gezien. Dan zo, papadibabam. Dan daarheen, dan hopen dat dit wel het einde van... Maakt het niet uit, joh, eigenlijk. Maakt het uit als ik naar een ander level ga, dan zijn de kleuren net wat anders. Nou ja, je bent nog steeds dezelfde soort puzzels aan het doen. Dat is toch een beetje waar het hier allemaal om draait. Ding is, hier kunnen we niet echt door, alhoewel... Oh, dat kunnen we zeker wel. We kunnen wel gewoon lekker door. Nou, prima. Ondertussen hebben we nog een leuk feitje over Louisiana. In Louisiana, Amerika, is het namelijk zo dat het verboden is om een pizza naar iemands huis te sturen zonder diens toestemming. Dat klinkt als een hele specifieke wet, maar ik als influencer snap jammer genoeg volledig waar dit vandaan komt. Ik heb zo gigantisch vaak gehad dat mensen pizza's naar mijn huis sturen, gewoon de optie cashbetaling aanvinken. En vervolgens staan er in een avond 5 mensen met een pizza voor de deur waar niet voor betaald is. Ik zou zeggen de makkelijkste manier is gewoon cashbetalingen, überhaupt gewoon mee stoppen op het uitbezorgd. Toch niemand doet dat meer. Nou ja, mensen met heel veel drugsgeld of zo, dat ben ik dan jammer genoeg weer niet. Wat ik dan wel weer ben, is iemand die deze puzzel snapt. Ja. Ik geloof dat het wel gewoon mag met iemands toestemming. In principe, ik denk dat het vooral gaat om pizza's die niet betaald zijn. In plaats van de cashbetaling afschaffen, ben ik heel benieuwd naar de getallen. Hoeveel procent van de thuisbezorgbestellingen zullen nou echt cash zijn? En dat zullen waarschijnlijk wel echt mensen zijn die of nog een beetje zwart werken. Ik was laatst een beetje bezig met die video met die waarom vragen. En een andere interessante waarom vraag die ik tegenkwam is: waarom moet je geld eigenlijk witwassen? Waarom kun je niet gewoon heel veel geld cash hebben? En het ding is dat sommige dingen gewoon niet echt lekker cash gaan. Als jij je hypotheek moet betalen aan de bank, kun je niet iedere maand gewoon 2000 euro cash aan de bank geven. Dat zullen zij niet echt accepteren. Dus op een gegeven moment moet het geld toch echt op je bankrekening komen te staan. Als je dat wil doen zonder hele rare transacties te krijgen, dan zul je er echt een keer wit moeten wassen door een autowassarette te beginnen. Of een pakkenwinkel. Of de bekende, de matrassenwinkel. Er zijn zo fucking veel matrassenwinkels. En om een of andere reden gaan ze nooit failliet. Is de winstmarge op matras dan zo gigantisch hoog? Of verkopen ze gewoon 4 keer zoveel matrassen als dat ze eigenlijk doen? Nu heb ik laatst een hele interessante documentaire gekeken op stream. Kan ik 100% aanraden. Die heet Nederland Fraudeland. En dan laten ze zien hoe gigantisch ver de FIOD, dat is de belastingpolitie, mag gaan om dit soort fraude te onderzoeken. Ze hadden een sushi restaurant, geloof ik. Een grote Nederlandse sushi keten. Hadden ze camera's opgehangen om gewoon te kijken hoeveel mensen gaan daar naar binnen op een avond. Is all you can eat. Dus in principe verwacht jij als er 50 mensen naar binnen gaan, een tijdje blijven en weer naar buiten gaan. Die tel je net. Verwacht je 50 mensen die in het systeem staan als all you can eat betaling. Als het er in één keer 70 zijn, weet je dus dat ze daar gewoon een extra hoeveelheid geld gecreëerd hebben. En toen gingen ze heel uitgebreid onderzoek doen, bleek er een soort geheime kassa te zijn. Ik spoor eigenlijk een beetje de doken hoor, maar ze hadden een soort kassa waar ze dan via een soort geheim tweede systeem cashbetalingen instopten ofzo. Ik weet niet meer precies hoe het werkt, maar het was echt een hele vette doku. Prima. Ik hoop echt zo dat ik me niet al ergens versproken heb.
En dat ik massaal veel dislikes op deze video krijg. Als het goed is, hoort het niks te doen voor je YouTube-algoritme. YouTube-algoritme kijkt echt voornamelijk naar kijken mensen de video af. En klikken mensen er vaak op als hij bij aangeraden staat en zo. Ik heb recentelijk, ja, je hebt misschien gezien, mijn kanaal gaat de afgelopen dagen echt verrassend lekker. En dat is vooral omdat heel veel video's toch een beetje via aangeraden opeens heel goed doen. Dat mensen die niet geabonneerd zijn de video kijken. En vooral, ik denk, die mensen die niet geabonneerd zijn, als die de hele video afkijken, dan denken ze misschien, oh, dit moeten meer mensen weten. Dit is niet alleen maar dezelfde groep mensen die iedere video van deze sukkel kijken. Dus eigenlijk zou het heel handig zijn als je een tweede YouTube-account maakt en daarmee gewoon niet abonneert op Serpent Gameplay, maar wel alle video's kijkt. Dan moet ik zeggen dat vandaag de dag sowieso de abonnementenfunctie, vind ik zelf, reek nutteloos is geworden. De reden is dat ik ben geabonneerd op heel veel YouTube-kanalen waar ik nooit meer video's van aangeraden krijg. YouTube kijkt gewoon, kijk jij vaak video's van de kanaal op je geabonneerd bent? Zo niet, raden ze die gewoon niet aan. Tegelijkertijd zijn er talloze kanalen waar ik niet op geabonneerd ben, die de hele tijd op mijn frontpage staan. Omdat YouTube ziet, ja, je kijkt deze video's, je bent niet geabonneerd, maar weet je wat, wij abonneren jou gewoon eventjes zonder jouw toestemming. Dat is eigenlijk een beetje hoe YouTube werkt. Dus zelfs abonneren is niet eens zo heel belangrijk meer, joh. Abonnees zijn gewoon cool met te flexen bij bedrijven voor zakken geld of zo, maar eigenlijk is de hele abonneefunctie een beetje nutteloos geworden. Ik zat te denken, wat moet ik doen? Maar ik zie het nu al. Deze gozer moet daarheen. Ik denk dat we dit blok eventjes... Ah, oké. Ja, dan schuiven we die even weg. Dan kan ik in ieder geval hierop gaan staan. Dit is wel heel grappig zo. Dit is wel heel grappig. Oké, dan mag je eventjes mij zo nog eventjes een tikkie gaan draaien. Oké, nee! Kut! Krekhoeren! Dit is niet helemaal hoe ik het in gedachten had. Maar oké, kom maar even door. Dan staan we eventjes gauw hierop. Waar wil ik eigenlijk heen lopen? Is momenteel ook wel een kleine vraag die ik me langzaam een klein beetje begin af te vragen. Vooral dit deel werkt ook heel raar. Met hoe dit 3D nou in elkaar zit. Ah, kijk. Het verklaart opeens een hele hoop. Ik vind het echt wel jammer dat ik mezelf heb opgelegd de game geen complimentjes meer te geven. Want het is echt verrassend moeilijk. Hoe gaan we dit doen? Voor de rest heb ik nog een klein leuk feitje. Namelijk dat... ik moest die kant op, of niet? Ja, ik had gewoon moeten blijven staan. Het feitje wat ik wilde vertellen is... Er is ooit een homoseksuele Ken-pop geweest. Van Barbie. Een klein beetje hype natuurlijk, omdat binnenkort komt de Barbie film uit. Met Ryan Gosling als Ken. Alhoewel, er zijn een heleboel Kens en een heleboel Barbies. Weet je, Barbie is astronaut geweest. Ze is schoonmaakster geweest. Ze is piloot geweest. Barbie is in principe alles geweest. Wat natuurlijk jonge meiden laat zien dat je alles kan worden. Vooral als je slank bent. Voor mij zijn er ook wel wat vollere Barbie poppen geweest. Ze hebben echt een beetje wat dingen geprobeerd. Hier en daar voor de inclusiviteitsbonus. Nee. En zo was er dus ook ooit een homoseksuele Ken-pop. Er was toch wel heel veel controverse in Amerika. Er zijn gewoon heel veel mensen zeggen, nee, als iets opeens een beetje pro-gay is, dan zijn wij de groep van homo-haters zo boos, dan kopen wij dat niet. Een tijdje geleden een soort regenboog-oreo's. Nou, mensen waren boos hoor, echt. Maar even centraal naar het level. Het probleem is dat als ik van deze knop afga, dan zakt dit ding in. Oh, oké. Gewoon deze... Dan die omhoog. Oh, maar dat is ook maar tijdelijk. Kan ik dat gewoon blijven doen? Ik kan hem gewoon ingedrukt houden natuurlijk. Oh, oké. Laat maar zakken. Doen, je moet gewoon weer terug ofzo. Oh, de deur gaat nu ergens anders heen. Nou, dat kan ook. Hey, dit is ook echt zo'n bekend. Dit is echt zo'n wiskundeboek, toch? Wiskundeboeken hebben altijd van die hele lijpe figuren erop staan. Er is ook een soort van collab geweest ooit met wiskundigen en Asher. Heel veel wiskundigen vonden die figuren heel vet, omdat in wiskunde heb je juist het heel vakgebied met de topologie, waar je heel erg bezig bent met figuren beschrijven op een soort wiskundige manier. En dat is dus best wel pittig voor dit soort figuren. En eigenlijk heeft Asher zo op die manier misschien wel een soort hele nieuwe tak in de wiskunde geïntroduceerd. Of misschien bestonden deze figuren al lang al, maar hadden ze in ieder geval wat extra leuke plaatjes om in de tekstboeken te zetten. Those who stole our sacred geometry have forgotten their true selves. Het soort van mensen slecht. Ze hebben onze coole wiskunde gestolen. Cursed to walk these monuments are they. Foolish princess, have you forgotten too? Ik ben nou heel benieuwd, wat vind je van mijn Engels in dit soort dingen? Ik wil nooit echt te traar. Foolish princess, have you forgotten too? Ik vind het te erg mijn best doen op Engels. Vooral als ik op stream Engels praat of zo in interacties. Of misschien gewoon los. Ik heb laatst een keer een stream gewoon compleet om mensen te verwarren. De hele stream lang Engels gepraat. Maar dan doe ik zo net niet mijn best of zo. Want ik vind het heel kut als ik mijn best doe op Engels. En dat mensen dan zeggen, je uitspraak is niet goed. Maar als ik dan gewoon bewust niet echt mijn best doe. Gewoon, yo,
Hello everybody, thanks for watching this livestream. Ja, dan voelt het wat minder beschamend als mijn Engels ruk is ofzo. Ik weet niet of iemand hieraan kan relaten. Ik hoop het voor je. Wat zullen wij eens gaan doen? Hier kun je ook nog... Nee, we kunnen echt alleen level roteren. Dan zou ik gewoon even blijven roteren tot je iets interessants ziet. Ja, dit ziet er interessant uit, maar dit... Oh, ik wil zeggen, die kun je niet vasthouden. Kan wel gewoon. Waarom moet ik doen? We gaan waarschijnlijk deze mannetjes een beetje voor ons waggelen, of niet? Nou... Oeh... Dat is een trap. Enig probleem is... Ik zie nog niet helemaal hoe we dat in elkaar willen gaan zetten. Waarschijnlijk moeten we hier gaan staan of zo. Even terugkomen bij die homoseksuele Ken. Hij is in ieder geval redelijk snel weer uit de winkels gehaald. Want ja, bedrijven willen best wel graag een beetje bezig zijn met inclusiviteit. Maar alleen als dat daadwerkelijk een beetje werkt voor de sales. Ik vind dat een beetje flauw of zo. Weet je, bedrijven die heel erg van Pride Month, Pride Month. Maar dat doen ze dan vooral in landen waar homoseksualiteit toch wel een breed gedragen idee is of zo. Ik vind het een beetje flauw. Ga dan ook dat soort dingen roepen in Saoedi-Arabië. Anders ben je gewoon een bepaalde doelgroep. Want ja, homoseksueel duimpje. En dan, oh, jullie voelen die niet? Nou, dan homoseksualiteit stom. Dat zullen ze dan weer niet zeggen. Maar als ze erachter kwamen dat ze de verkopen konden verdubbelen, zouden ze het zeker overwegen. Maar dat gaat dan weer ten koste van de verkoop in de rest van de wereld. Dus hè. De Kenpop werd in ieder geval redelijk snel gestopt. Gewoon helemaal volledig uit de schappen gehaald. Maar het is alsnog de best verkochte Kenpop. Omdat ja, bij zoveel mensen die natuurlijk wel bijvoorbeeld queer zijn of wat gewoon willen steunen, was natuurlijk wel een soort hele grote mijlpaal. De eerste homoseksuele Kenpop. En dus ook iets ja, redelijk populairs. Wat niet populair is deze gameplay momenteel. Waarom zie ik het niet? Ah. Oké, nou, daarom niet. Gewoon beter kijken, gast. Ik had het idee alsof je hier misschien niet alleen maar lokt op 4 opties of zo. Dat je gewoon heel rustig kan sliden. Of hij lokte wel echt op 4 opties en ik heb er gewoon echt volledig langs gekeken. Dat durf ik niet te zeggen. Het belangrijkste is, we staan weer boven op een of andere coole toren. Er is weer een hoofdstukje af. Er wordt weer een coole vorm uit de punthoed getoverd. We zijn lekker bezig. Dat zijn we. Dit is top, dit is top. Je kan nog een foto maken. Ik weet niet of je daarmee kan... Delen op Facebook of zo. Daarover gesproken trouwens. Ik wil hier binnenkort een hele video over maken. Dit zijn complottheorieën die heel vaag zijn en redelijk kleine gevolgen hebben. Weet je, niet hele grote dingen. De overheid probeert ons de hersenspoelen. Gewoon hele kleine dingen. En eentje die ik las ging over Facebook memories. Heel vaak komt Facebook met, weet je nog, deze foto van 10 jaar geleden. En meestal, ja, ik vind mezelf van meer dan 2 weken geleden eigenlijk per definitie cringe. Ik ben blijkbaar als persoon zo snel aan het groeien. Ik vind mezelf nu, wat ik zojuist zei, eigenlijk al cringe. Snap je? Dus, wat is dan het nut van die Facebook memories volgens dit complot? Dat jij cringy foto's van jezelf ziet van 10 jaar geleden. Waardoor je die foto's verwijdert. Waardoor er meer ruimte ontstaat op de Facebook servers. Dat is het complot. Dit is gewoon waar. Dit is gewoon de realiteit. Dit is een geniaal idee. Facebook verdient hier bakken met geld mee. Een beetje op dezelfde manier had je dus ook een complot over Pasen. Die ging als volgt. Paas is bedacht door de eiermensen om meer eieren te kopen. Ja, het heeft helemaal nooit gestaan in de grote boeken, joh. Tuurlijk niet. Oh, er zijn een heleboel van die lampjes. Dan moeten we hem vast eventjes draaien op een manier. De vraag is een beetje, waar zitten wij nu met ons poppetje? We kunnen echt niks draaien, we kunnen alleen weer openklappen. Is de bedoeling hiervan? Ik vind het allemaal een beetje gaar. Oh! Kiekeboe! Aha, het is weer zo'n dag. Lampje aan. Dan moeten we ergens nog een deur in verdwijnen. Dat kan geloof ik daar wel weer ergens. Hartstikke mooi en of gezellig. En zal ze dan altijd zeggen... Huts. Nu moeten we vast weer iets grappigs hier gaan doen. Doosje weer dichtmaken. En dan misschien... een andere kant op openen. Dat is misschien nog niet helemaal onze kant. Ik kan hem niet vanaf daar openen, denk ik. Oh, we staan hier nu weer. Maar er is daar iets open gegaan, dus het is allemaal prima ofzo. Very nice. Kennen we wel even een heel ander feitje. Een tijdje geleden hebben wetenschappers voor het eerst cement gemaakt in de ruimte. En dan vraag je je misschien af waarom, en dat vind ik een hele goede vraag. Ze waren voornamelijk benieuwd of het cement op een bepaalde manier sterker zou zijn dan op aarde. En wat bleek? Dat is het. Juist omdat er minder zwaartekracht werkt op het cement, zitten de stukken cement eigenlijk net iets verder uit elkaar. Het heeft een lagere dichtheid en dat maakt het blijkbaar juist sterker.
Maar ook weer niet helemaal, want omdat er zo'n kleine luchtgaatjes in zitten, kleine bubbeltjes, dat maakt het sterker. Maar daar kan ook weer makkelijk water in en planten en zo. En als er water in komt dat bevriest, dat beschadigt vervolgens juist weer het cement. Waardoor het dus ja, vooral heel sterk cement kan geven voor bijvoorbeeld in een woestijn of zo, waar water wat bevriest niet echt een probleem is. Even kijken, we moeten nu de laatste optie even zien te vinden. Niet deze, niet deze, niet deze. Misschien hier. Ik ben daar alleen nog niet. Dat is onhandig. Oké dan. Ik zit hier nog steeds verstopt. En ik zie niet echt meer een uitweg. Ik heb het echt niet kunnen vinden. En dat is omdat de game een stuk is. Nee, natuurlijk niet. Ik ben een sukkel. Dit is zo'n lopend mannetje. Misschien moeten we hem gewoon eventjes een bepaalde route laten lopen, toch? Misschien even die kant op. Ja, dit ziet er wel redelijk uit. Het is een puzzel die ik kan klaren. Zoals ik al zei, het is interessant hoe je redelijk snel gaat denken in de wereld van de game ofzo. Je gaat steeds meer Escheriaans denken, toch? Ja. Oké dan. Wat zit er nog meer in deze verrassingsdoos? Oké. Waar ben ik? Is geen onredelijke vraag. Altijd maar dat ik denken, altijd maar dat ik. Oh. Met een aquarium. Wat een luxe. En dan kunnen we hier weer even aan draaien. Gewoon alles wat je ziet een goede slinger aan geven. En dan kom je vanzelf een keer tevoorschijn. Oké. Dit lijkt in eerste opzicht redelijk simpel. Dus dan zal het uiteindelijk vast weer een klein beetje gaan tegenvallen. Oké. Waar gaan we heen? Nou, loop daar maar even helemaal heen. Verder hebben we nu wel een heel ander feitje dan cement. Er is in 2022 een man dood gegaan bij een auto-ongeluk met misschien wel de laagste snelheid ooit. Wat er gebeurde? De beste man maakte een eenzijdige botsing tegen een geparkeerde auto of een boom, ik weet het niet meer precies. Terwijl hij een eiwitshake aan het maken was in de auto, is in principe legaal, maar om de eiwitshake te roeren gebruikte hij een mes. Vervolgens schoten zijn airbags eruit, waardoor dat mes zo bam! In zijn keel terecht kwam. Het is een beetje de autorijvariant van niet rennen met een schaar. En ja, als er een gat in je keel zit, dan gat het redelijk snel fout. Ja, de gozer is gewoon fucking overleden. Dat is crazy fact of the day. Dikke tip, niet met messen achter het stuur, ook niet met scharen. Of gewoon je airbags er preventief uithalen. Maar dan vind je alweer andere manieren om redelijk snel dood te gaan. Gewoon heel goed oppassen, gewoon niet in auto stappen. Daarover gesproken trouwens, ook nog wel een hele kleine update. Ik en mijn lieve vriendinnetje hebben vandaag een tweede auto gekocht. Nou hoor ik je denken, dat is slecht voor de planeet. Nou in principe niet, want het is een tweedehands auto en die auto bestond al. Het is niet dat we in één keer twee keer zoveel gaan autorijden, maar er zijn gewoon hele zeldzame gevallen waar we allebei de auto willen gebruiken. En dat is onhandig als je niet allebei naar dezelfde plek toe gaat. En ja, het is de auto die we hebben is in principe mijn auto. Dat is voor mij dan weer heel handig, maar ik ben ook wel een gunner of zo. En soms blijf ik dan maar thuis. Of zit ik vast aan onhandige OV-opties met bussen waar heel veel tijd in zit. Ik probeer sowieso gewoon heel vaak het OV te pakken. Ik ben eigenlijk echt een gigantische autorijhater. Voornamelijk omdat, nou, vooral lange stukken van 2 uur of zo, vind ik helemaal niet nice. Vooral omdat ik, ja, het voelt zo onproductief. Ik probeer nog een beetje goede podcast te vinden en zo om te luisteren. Deze XL Gameplay moet ook zeker wel even een podcast tip hebben. Die heb ik iedere week alweer. Alhoewel vorige XL Gameplay, die alweer een paar weken geleden is, had ik geen podcast tip. Eerste podcast tip is natuurlijk sowieso mijn podcast. Altijd Wikipedia, check die shit. Tweede, Koffer 23 is best een geinige podcast. Het is een soort murder mystery met allemaal BN'ers, waaronder André van Duin en Nicolette van Dam en de grote detective Tycho Gernand. En jij wordt als luisteraar uitgedaagd om het mysterie op te lossen. Wat zit er in koffer 23? 10.000 euro, die kan jij winnen. Klinkt in één keer als een ad. Dit hele gebeuren is ook een ad. Het is namelijk van de Postcode Loterij. Sowieso miljoenenjacht is van Postcode Loterij. Ik vind dat zo jammer. Ik zou zo graag meedoen met miljoenenjacht of Lotto Weekend Miljonairs. Weet je, Lotto Weekend Miljonairs? Gesponsord door de Lotto. Helemaal kut. Ja, dat zijn toch de quizprogramma's en de spelshows waar je veel geld kan winnen. Dan kan niet ieder willekeurig persoon meedoen. Dan moet je toch eerder denken aan Max Geheugentrainer waar je een kindertablet kan winnen ofzo. Dat zijn dan de dingen waar je een klein beetje toegang tot krijgt. En we kunnen proberen onszelf te verdrinken nu. Oh, het water zakt al steeds meer. Oké. Dat is wel interessant. We hebben een trap en een ladder. Nou, ik denk zomaar dat we de ladder nodig gaan hebben. Maar het water kruipt dan wel weer omhoog. Hey, dit kan. Gewoon stapsgewijs. Slow but steady wins the race. Laat maar zakken die zooi.
zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen, geloof ik. Oh. Je kan niet daarheen? Ik dacht even dat je daar dan kon staan. Oh, dat kan zeker wel. Je moet alleen even iets beter je best doen, denk ik. Nou, het eerst eventjes daar naar boven gaan anders. Dus ja, koffer 23 is best leuk. Al is het alleen maar vanwege het hoorspelachtige, de geluidjes, de stemmetjes en zo. Nou is het ding, je moet het mysterie dus oplossen. Dus je moet eigenlijk gewoon heel goed gaan luisteren. Echt alles opschrijven. Ook van oké, die persoon zegt die, maar die persoon zegt dat. En dan matchen die met elkaar. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik doe eigenlijk totaal niet mijn best om de murder mystery op te lossen. Ja, dat is kost me gewoon objectief veel te veel moeite. En ik luister dit voornamelijk in de auto. En verder de moordzaken podcast. Ik had hem eerder al aangeraden van Carrie en Eddie. Ik had hem aangeraden tijdens de XL gameplay van Scanner Sombre. Als je hem nog niet gezien hebt van alle XL gameplays die de afgelopen tijd gemaakt heb, volgens sommigen een van de beste. Vooral omdat het een beetje een hele raar is. Ik maak hem s'avonds laat met een beetje een fluisterstemmetje. Het is een hele andere vibe dan deze stem die ik nu opzet. Ik heb trouwens vernomen van de comments dat ik recentelijk meer bekakt ben gaan praten. Geen idee hoeveel waarheid daarin zit, maar een of andere gozer zei dat. Waarom praat je zo fucking bekakt? Eerst praat je gewoon normaal. Ik weet het niet. Ik ben niet recentelijk bij een studentenvereniging gegaan ofzo. Dat is natuurlijk de enige mogelijke verklaring waarom je zo zou praten. In ieder geval, die moordcast podcast is super tof. En Carrie en Eddie hadden ook nog gereageerd onder een van mijn video's. Oké, even twee dingen. Ten eerste, ik weet niet zeker of ik nou net de juiste naam van de podcast zei. Ik zou ook moordcast gezegd kunnen hebben. Die is van Dionne Slachter, ons onder die van YouTube. Ook een hele interessante podcast over true crime. Het gaat hier wel over moordzaken, de podcast. Die had afgelopen week nog een hele interessante aflevering over de... Oeh, wat was het ook alweer? Het was een gezinsmoord, maar ik weet even niet meer waar. Zoetermeer of zo. De Zoetermeerse gezinsmoord. Echt een bizar verhaal. Ik wil niet meteen zeggen wie de dader is, maar daar kom je redelijk snel achter in het verhaal. Lang verhaal, kort in ieder geval. Heel gezin afgeslacht. Geen feestje, maar dit zijn wel, ja. Het is denkbaar dat soort podcasts altijd een beetje moeilijk om... het wel een beetje netjes te houden. Met een beetje respect naar de nabestaanden en de zaak. En bij Moordzaken de podcast doen ze dat voornamelijk door gewoon heel erg in te zoomen op de feiten. En ook hoe heeft de politie de zaak opgelost. En hoe is nou uiteindelijk zo'n gevangenisstraf bepaald. Ook hier mis ik denk ik weer eens wat. Alhoewel. Ik snap even niet hoe we dit helemaal voor elkaar gaan krijgen. Misschien als we hier staan. En dan deze eruit jassen. En er gewoon op kan staan. En dan loop je hem zo door. Oké. Muy interessante. Dan kunnen we hier zo heen. Via dit mooie laddersysteem. We zullen vast een beetje naar beneden moeten. Daar is namelijk een gat helemaal onderaan. Dus voor je gevoel is gewoon meer naar beneden is meer goed. Deze kan vast nog wel een stukje naar beneden. Ja, oké. Dit loopt momenteel zichzelf wel. Het loopt een beetje zijn gangetje. Daarboven is nog een soort, ik wil zeggen pressure plate. Misschien niet helemaal het juiste woord. Maar waarschijnlijk kunnen we daar eventjes een ander stukje uitzoeken. Wat net iets lekkerder wandelt voor ons. Of toch niet? Ja, dit is het niet. Kijk. Stond als een mooie markering van... Hey, wacht hier eventjes. Even geduld. AUB. Lopen we even naar het knopje toe. Ik vind het eigenlijk wel een beetje irritant aan deze video... dat mijn commentaarstijl heel erg is zeggen wat ik aan het doen ben. Want ja, je wilt toch een beetje laten weten wat er in je hoofd omgaat. Maar het is ergens heel duidelijk wat ik aan het doen ben. Ik vind dat soort video's altijd normaal qua gameplay heel erg voor kinderen of zo. Dan speel je Minecraft, ga je zeggen, yo, ik ga nu iron halen. Ik ga nu dit doen. De hele video zeg ik gewoon wat je aan het doen bent. En ik denk, ja, maar ik heb toch ook ogen? Weet je, ik had al door wat je aan het doen was. Dit commentaar was nuttiger geweest als de hele video, zeg maar, geen beeld had of zo. Omdat je misschien ergens een renderfoutje had gemaakt. Maar dat heb je niet. Dus waarom ben je aan het zeggen wat je aan het doen bent? Ik kan er verrassend weinig mee. Voor de rest, de interessante podcast die ik net geluisterd heb, is de podcast van de koning. Ja, het is wel heel netjes. En ik denk dat je aan die man gewoon heel erg merkt dat hij toch wel een beetje op eieren loopt of zo. Je moet bij iedere zin als koning toch een beetje denken van, kan ik dit zeggen? Of gaan mensen dan volgende week oproepen dat de monarchie moet worden afgeschaft? Iets wat trouwens recentelijk een beetje opgegooid is door Alexander Pechtold. Ex-lijsttrekker van D66. Ik was altijd heel erg fan van Alexander Pechtold. Ik weet niet, ik vond hem gewoon een hele fijne debater. Ik heb in die tijd nog zelfs een keer D66 gestemd. Ik kan er nu alvast even bij zeggen, D66 stemmen en vervolgens erg teleurgesteld zijn in wat ze daadwerkelijk doen met die stemmen, is toch een klein beetje Nederlandse cultuur. Dus misschien moet ik toch een keer proberen, maar het is ook weer niet heel erg aan te raden. Maar oh, je kan ook zo lopen. Lang verhaal kort. Ja, er is nu een soort kleine groep mensen die oproepen van weet je wat? Het is ook zo lullig om nu tegen Willem-Alexander te zeggen van... Yo, gast, stop er maar mee. Weet je, het is een beetje triest wat je hier aan het doen bent. Gewoon geboren worden en dan een soort supreme leader zijn... die eigenlijk ook weer niet heel veel voor het zeggen heeft. Hij beantwoordde in de eerste aflevering van de podcast... die heb ik net geluisterd in de auto, de vraag... wie is er nou de baas in Nederland?
is dat nou Mark Rutte of de koning? Zei hij, nee. De Nederlanders zijn de baas. Alle 17,5 miljoen zijn door middel van democratisch verkozen volksvertegenwoordigers de baas. Ja, dat is wel een heel mooi antwoord, maar zo werkt het geloof ik niet helemaal. Er gebeuren in de politiek vaak zat dingen waar de meeste Nederlanders zoiets hebben van, wauw, ik had dat toch liever anders gezien, maar dan gebeurt het gewoon alsnog. Misschien dat de rellen in Parijs daar momenteel ook wel een heel goed voorbeeld van zijn. Daar is het zelfs niet eens door de meerderheid van de politiek verkozen als een goed idee, maar is er gewoon alsnog doorheen gedrukt. Maar er zijn dus in ieder geval mensen die roepen nu op van, weet je wat, Willem-Alexander mag gewoon nog lekker koning zijn, maar op een gegeven moment is hij een keer klaar en dan is hij gewoon de laatste. We hoeven niet ook nog Amalia te hebben en de mensen daarna, weet je, het is gewoon niet nodig. En ik kan me daar ergens wel in vinden. Mensen zeggen vaak dat het koningshuis veel geld oplevert. Hier was echt meteen duidelijk voor mij wat je moet doen ofzo. Je bent gewoon gespiegeld met die vogel. En als jij dus iets doet, doet die vogel dat ook. Oh, ik kan hier gewoon langslopen. Oké. Kun je ook de ladder af? Of is dat niet echt een... Oké, dat is wel een optie voor je, denk ik. Dat is wel mooi en gezellig. Nou ja, laat even weten wat je vindt over het afschaffen van de monarchie. Sommige mensen zeggen, hey, nee, we verdienen veel geld aan de koning. Hij kost geld natuurlijk, miljoenen, maar we verdienen ook veel geld aan hem. Dan gaat hij een beetje handjes schudden in het buitenland en wil ze in één keer deals met Nederland sluiten. Dat ik denk, als jij een zakelijke deal sluit, doe je dat toch omdat je allebei winst hebt. Jij wil iets hebben, zij verkopen iets en dan ga je toch ruilen. Is hij niet per se hoe handjes schudden met een of andere guy, met een scuffed baardje, hoe dat nou een beetje gaat helpen. Maar ja, misschien ben ik gewoon niet de allergrootste republikein. Long ages lie heavy on all bones in these buried halls. Buried. Geen idee. Sacred geometry was our pride, our downfall. Deze game gaat eigenlijk over hoe AI de wereld gaat overnemen. But forever will our monuments stand in this valley. Oké. Ja, een beetje een zweverige verhaallijn. Maar hey, er is in ieder geval een verhaallijn. Dat ik gewoon kunnen zijn, je bent aan het dromen. Je staat op een punt een onvoldoende talen voor je wiskundetoets. Je hebt zojuist deze lijpe droom gehad. Wat betekent het allemaal, weet je? Ze doen op een bepaald niveau hun best. Kan ik vanaf hier overheen lopen? Nee, vast niet. Oké. Niet eens echt puzzelen meer. De trap schuift gewoon zichzelf. Gaan we het einde van de trap nog halen? Zeker niet. Nou, loop maar lekker door dan. En nog een stukje. Ja, dit vind ik eigenlijk misschien wel het saaiste deel van de game tot nu toe. De figuurtje die ontstaat is wel leuk. Ergens staat dat dan weer wel. Dat is dan wel weer lief, leuk en schattig. Oké, een stukje die kant op. Ik was eigenlijk begonnen met het hele verhaal over de koning door te praten over autorijden. Ja, ik vind autorijden gewoon niet lekker productief. En in de trein kun je toch gewoon dingen doen ofzo. Boek lezen, boek schrijven. Desnoods gewoon je Instagram DM's behandelen. Ik vind het gewoon heel erg fijn om te multitasken. Terwijl ik het tegelijkertijd niet kan. Over 2 maanden heb ik een intakegesprek bij de psycholoog. Woe! Voor mijn ADHD-diagnose. Ik heb de diagnose gehad als kind. Daar hebben ze me van die drukke kinderenpillen gegeven. Daar ben ik 1 dag, gewoon de eerste dag geloof ik, echt flink bad op gegaan. Ik weet niet, was een vervuilde pil of zo, ik weet niet precies. Een rare dealer. Ben heel erg bad op gegaan. En toen zei ik gewoon, mama please, niet de pillen. En toen zei ze, oké, jongen, jij hoeft niet die vieze pillen te slikken. En nu ben ik in mijn leven eigenlijk heel warrig vaak. Ik vergeet vaak facturen te betalen. Ik vraag dingen niet aan. Volgende week ga ik naar Japan. Daar heb ik ook vrij weinig over gezegd op YouTube. Volgende week ga ik naar Japan om daar een beetje te streamen ofzo. Nou, het aanvragen van een pinpas heb ik echt last moment gedaan. Omdat ik anders echt mega stress had. Anders had ik het gewoon uitgesteld tot, altijd. Ik ben gewoon heel rommelig. En ja, misschien is dan toch weer wel dat soort medicatie gaan slikken een van de mogelijke oplossingen. Of toch een bepaald soort coaching. Bepaalde trucjes. Ik denk dat ik nu vooral juist, nu ik heel ongestructureerd leef, dat ik niet zo laat en zo laat ergens moet zijn, want school en zo, dat het juist daar een beetje in de soep begint te lopen ofzo. Dus ik heb in ieder geval binnenkort een intakegesprek bij de psycholoog en ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Even kijken hoor. Ik ben nu alweer een beetje vergeten waar we begonnen waren. Ook hier is praten en spelen tegelijkertijd wel een beetje een gevaarlijke combi ofzo. Zo. Oh, je kan niet doorheen. Oké, nou krijg ik er wel echt koppijn van. Waar de fuck wil ik heen? Ja, hierheen toch? Richting dit ding, denk ik. En daar zijn we nu zo dichtbij, maar toch zo ver er vanaf. Hoe ga ik dit ooit doen? Ja, toch weer via daar. Waarschijnlijk moet er toch een heel groot deel van die structuur gewoon door gaan lopen. Geef er eens een leuke slinger aan. Het voelt nu tegelijkertijd alsof ik een beetje terug bij af ben. Ben ik niet volledig, want ik kan nu hier overheen lopen. Ik kan hierheen aan de binnenkant, maar daar kon ik voor mij altijd al komen, toch? Dit is niet per se nieuwe informatie of zo. Ja, misschien zijn er gewoon heel veel verkeerde paden waar je gewoon niet heen moet, die toch een beetje proberen af te leiden.
Ik zou nu in ieder geval hier overheen kunnen lopen. Oh, daar is een deur. Oké, dat is wel echt heel fijn. Voor mij is dat wel gewoon het nieuwe binnen, toch? Oh, dat was het gewoon al. Oh, ik dacht, je komt bij de andere deur eruit. Nee, oh, de game blijft je verrassen. Oh, hey. Dit zat in de trailer, geloof ik. Ik heb wel de trailer van de game al gecheckt. Volgens mij zat dit specifiek in de trailer. Heb jij voor de rest vrij weinig aan, maar... Fun fact of the day. Hey, dag later, Rick hier. Ik ben net terug van de tweede bezichtiging van het huis. Nog steeds super enthousiast, maar toch ook wel dingen die niet helemaal optimaal zijn of zo. Dingen waar toch een klein beetje over twijfel. Dus ik zal die knoop een klein beetje door moeten hakken. En wat voornamelijk toch een probleem is, het is gewoon een heel oud huis. En je gaat gewoon heel veel onderhoud moeten doen. En ja, kijk, een tijdje geleden was mijn vaatwasser stuk. En dat heb ik gewoon, ik denk 2 maanden lang zo gelaten. En gewoon alleen maar handwasjes gedaan. Ik ben gewoon een beetje bang dat als het met het huis gebeurt, dat dingen stuk gaan. Dat ik het ook gewoon maar een beetje, ja, de boel laat. En dat op een gegeven moment toch over hele grote problemen gaat zorgen. Ah, volgens mij gaat dit goed. Dat ik gewoon bepaalde onderhoudsdingen gewoon niet echt ga doen. Dan krijg je lekkages, dan krijg je rottingen. En dan, ja, misschien kun je dan toch beter een iets nieuwer huis kopen. Waar je dat soort problemen gewoon veel minder hebt, joh. Ja, dat is misschien wel gewoon een veilige keuze als je van jezelf weet dat je een luie sukkel bent die heel slecht is en dat soort dingen. Ook mede vanwege mijn mogelijke ADHD, hoor, daar niet van. Waar is de uitgang? Is een hele goede vraag. Ik denk dat het echt wel goed is dat we aan de binnenkant van dit ding zitten. Maar wat we er verder mee kunnen, is nog niet... Ah, helemaal duidelijk. Voor de rest heb ik vandaag een hele grote financiële meevaller gehad. Mijn broertje was een beetje de garage van mijn vader aan het opruimen. En daar vond hij een onderdeel van een werkbank. En hij wist wel, dit is een onderdeel wat sommige mensen een beetje willen hebben. Dit is wel een populair dingetje. Is het gewoon daarin? Oh, oké. Okay. Hij had het voor marktplaats gezet. En echt binnen no time gigantisch veel biedingen. We zitten nu op 7 biedingen na een dag. Mijn broertje heeft een beetje gegund. Hij heeft gewoon besloten dat ding weg te doen voor, ik geloof, €1250. Gewoon een heel klein stukje metaal. En omdat het in principe gewoon deel is van de erfenis, krijg ik de helft daarvan. Dus dat is wel de grote financiële meevaller van vandaag. Ik zou zeggen dat we daarheen moeten, of daarheen. Ik vind deze puzzel echt niet leuk. Ik vond hem net ook gewoon echt, ja, pijn doen aan mijn hoofd. Heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Het is denk ik sowieso duidelijk dat ik naar een platform moet waar je kan draaien. En de enige plek waar dat kan is weer hier. Dus dan kunnen we die weer eventjes gaan draaien. De vraag is dan, waar wil je heen lopen? Dat lijkt me niet de meest handige kant. Dat lijkt mij nog wel een optie. Dan kunnen we een beetje buitenom ergens heen. Na eventjes heel goed gekeken te hebben, denk ik dat het wel moet kunnen. Namelijk via hier. Dan eventjes 1 slagje die kant op draaien. En dan kunnen we zo naar die rode toe lopen. Maar natuurlijk, voor de rest heb ik een redelijk interessant onderzoek gelezen over valse herinneringen. Er is heel veel discussie over, kan het zo zijn dat mensen denken dingen te herinneren die eigenlijk nooit zijn gebeurd? Dat is namelijk best wel iets heel engs eigenlijk, dat dingen die nooit gebeurd zijn, dat we denken dat ze wel gebeurd zijn. Ze deden een onderzoek naar Disneyland. Ze ondervroegen mensen die naar Disneyland geweest waren. Die lieten ze een reclame zien, een oude Disney reclame, met Bugs Bunny. Heel groot, het standbeeld van Bugs Bunny. Dan vroegen ze aan die mensen van, hey, kan jij je herinneren dat jij in Disneyland een ontmoeting hebt gehad met Bugs Bunny? Kan je herinneren bij de grote parade op het einde van de dag dat Bugs Bunny er was? En 30% van die mensen zeiden, ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Ik heb handen geschud met Bugs Bunny, ik heb een foto gemaakt. Dat kan natuurlijk niet, want Bugs Bunny is geen Disney-karakter. Maar gewoon enkel omdat ze die foto gezien hadden, subtiel eerder die dag, hadden ze blijkbaar in hun hoofd een actieve herinnering gecreëerd van het zien van Bugs Bunny. Shit is fucking crazy, echt. Bizar dat dat op die manier werkt. Ah, dit is echt weer zo'n typisch Asher dingetje. Ik vraag me vooral af, waar moet ik er af? Ik moet waarschijnlijk gewoon weer op deze proberen te komen op een manier. Hoe moet dit dan gaan werken? Ik zie nog niet ergens een pad ontstaan om weer die kant op te gaan. Ik zou wel weer deze gewoon terug kunnen draaien. Maar de vraag is een beetje, wat heb ik daar dan eigenlijk aan? Misschien dat hierboven allemaal een beetje plaatsvindt. Oh, dan draai je jezelf natuurlijk zo mee. Dat kan wel interessant zijn. Wil ik daar op de zijkant gaan staan? Nee, dat wil ik niet. Oh, ik kan hem wel zo doen. Dan lopen we opeens hier zo op de zijkant. Ik zie nog steeds niet helemaal hoe dat nuttig gaat zijn, maar misschien dat er dan toch opeens weer iets interessants gebeurt. Oké, het is wel ook goed dat de video bijna af is, want het begint echt gewoon te ingewikkeld te worden voor mijn kleine mierenbrein. Oh, we kunnen gewoon naar beneden lopen. Ik zat zo te focussen op andere deuren. Oh. Het scheelt dat je hier maar 1 ding hebt om aan te draaien. Dus
De oplossing moet toch al redelijk snel op een manier komen, zou je zeggen? Oh, dan gaat er opeens weer een ander deurtje open. Oké, dat is goed, dat is goed. Dan komen we daaruit. Hier zit in principe het lampje. Ik mis alleen nog een beetje een knopje of zo om op te drukken. Aha, daar heb je hem. Hoe kom ik daar? Ik denk dat ik er op een bepaalde manier over moet kunnen lopen. Op het andere deel. En dan zou die knop ergens hier moeten zitten, toch? Ja! Kijk eens. Zo denk je dus in 3D. Kijk hem slingeren, kijk hem gaan. We komen nu misschien weer terug bij die oorspronkelijke structuur die ik zo moeilijk irritant vond. Maar ik denk dat ik nu echt wel een beetje snap wat ik aan het doen ben. Er is nog één deur ergens open hier. Die moeten we eerst gewoon eventjes vinden. Dat is die deur. Dan moeten we dus sowieso ergens daar zien te komen, op dat rode blok daar. Dat moeten we via een zijkant gaan lopen. Dat moet dan haast wel via hier zijn en via daar, maar... Ik zie het nog niet helemaal voor me, eerlijk gezegd. Maar nu wel, dat moet via de binnenkant. Dus ik moet op een manier op die binnenste ring komen, die geloof ik helemaal rond is. Dus dat is gewoon via die blauwe daar. Ja, dat is eigenlijk geen enkel probleem. Nou, wat fijn, wat tof, wat vet. Eventjes zo. Verder had ik nog wel één heel erg klein feitje. Wat moet je doen als je per ongeluk de politie belt? Ik heb het vroeger wel eens gedaan. Ik weet niet precies hoe. Via een telefooncel had ik opeens heel onverwachts 112 aan de lijn. En ik raakte een beetje in paniek. En ik hing eigenlijk meteen op. Dat moet je nooit, maar dan ook nooit doen. Als de politie gebeld wordt en er wordt meteen opgehangen, dan gaan ze er juist van uit dat er iets supergevaarlijks aan de hand is. Dat iemand misschien wel gegijzeld wordt of zo. Probeer de politie te bellen op het laatste moment. Oh nee, shit, ik moet toch gauw ophangen. Dus meestal als je de politie belt en dan snel ophangt, dan gaan ze juist naar jouw locatie toe in een poging je te redden. Mogen er iets daadwerkelijk aan de hand zijn. Dus als je ooit per ongeluk de politie belt, alsjeblieft, blijf gewoon aan de lijn hangen. Zeg, hey, sorry, ik heb per ongeluk gebeld. Dat is niet een soort prank call, daar krijg je geen lijpe boete voor. Het gezeik wordt eigenlijk alleen maar groter op het moment dat jij er gewoon meteen ophangt. Wat kunnen we hier allemaal gaan veranderen? Ah, het is er weer zo eentje. Nou, we zullen waarschijnlijk gewoon iedere keer de deurtjes moeten pakken. Dus dat lijkt me dan ergens een redelijk makkelijke puzzel. Mogen het niet zo zijn dat er gigantisch veel deuren in zitten. Hier zit nu een deur, toch? Toch? Nee? Zit hij dicht? Nou, dan draai hem even naar een hoek waar hij wel open is. Dan komen we daar bovenuit. Draai hem eventjes zo. Ja, dit is eigenlijk juist wel een level wat redelijk zichzelf speelt ofzo. Verrassend niet ingewikkeld eigenlijk. Waarschijnlijk zit nu de deur weer dicht ofzo. Ja, dan draaien we het level gewoon weer een beetje. Gaan we er weer in. Zijn we hierboven. Gezellig en leuk. Oké. Draai hem weer die kant op. Oh, dat draaimechanisme wil soms niet altijd even lekker werken, maar het is toch goed gekomen. Zet dat lampje aan, gooi met wat confetti. Oh, we zijn er nog niet. We zijn warm, we zijn heet. Die kant op, oh, ik wilde eigenlijk die kant op, maar dat was blijkbaar de verkeerde kant. Dit zou zomaar nog wel eens het einde kunnen zijn van level 10. Oh, we zijn hier weer. Oké. Ah nee, er gebeurt wel iets cools nu. Daar is het einde van het level. Nee, ik vind het echt wel grappig hoe ik eerst zo aan het struggelen was hiermee. En dat het op een gegeven moment gewoon echt een beetje geland is ofzo. Wel, juist omdat je dat terugkomt op hetzelfde punt, ga je het gewoon steeds beter begrijpen. Want aan het begin was ik gewoon een beetje overwhelmed door de gigantische hoeveelheid opties. Ik kan nu heel makkelijk gewoon backtracken. Ik kan nu juist redelijk makkelijk vinden van oké, als ik hier wil zijn, dan moet ik dus over deze as heen lopen. Ik zie nog niet precies hoe ik hierboven moet komen. Het heeft vast iets te maken met dit hoek hier. Want ik zat de hele tijd te kijken van waarom is die hoek zo raar. Dat wordt op een gegeven moment waarschijnlijk een soort loopbaar iets vanaf een bepaalde manier van kijken. Gaan we gewoon weer hierheen. Zijn we toch weer een beetje bij een soort van startpositie. Ik ben nog steeds van overtuigd dat er aan de bovenkant iets van een illusie te maken zou moeten zijn. Oh, we hebben hem al! Ik heb het echt compleet per ongeluk gedaan. Maar dit is het dingetje dat we aan het zoeken waren, wat ik eigenlijk niet kon vinden. Maar ik was even bang dat er ook nog een knop was, maar we hebben hem gaan. Level 10, volledig hard geklaard. En ik denk dat ik het hier toch ook wel een klein beetje ga laten voor deze prachtige, gezellige XXL gameplay. Echt een interessant spelletje, dat is ook geen compliment. Mocht je dat werk nog een duimpje over hebben voor deze video, zou ik het heel fijn vinden. Ik ga binnenkort zeker de hele game nog uitspelen. Voor mij zijn er een leveltje of wat, 20 of zo. Denk ik. Ik heb geen idee. Ik heb het niet precies opgezocht. Misschien is dit opeens gewoon batsboom de ending. Maar voor die 8 euro verwacht ik eigenlijk nog een paar extra leveltjes. Als je toch al zoveel liefde gestopt hebt in de game maken. Dan
kun je vast nog wel een paar van dit soort puzzels uitpersen. Het voelt wel als een soort ending dit, toch? Ik ben de god van de geometrie. De CEO van wiskunde. Oh, ze worden bevrijd ofzo. De duistere wezens zijn niet meer bezig met hun eeuwige lijden. Een beetje rondjes lopen. Nou, dit is wel een mooi punt om de game te eindigen in ieder geval. Oké, en nu? Dankjewel ofzo. En geen moeite. Oh, de kroon is voor mij. In plaats van het punthoedje. Echt CEO van de wiskunde. We hebben hem volledig geklaard. Oh, ik dacht eigenlijk niet dat we klaar zouden zijn. Dit was een hele toevallige timing. Ik had wel iets gelezen dat er ook nog een paar DLC-levels waren. Dus misschien dat dat dan de extra levels zijn. De game nog niet helemaal klaar is, maar de main game is in ieder geval klaar. Misschien is er nog een soort coole wiskundige vorm maken. Nou, we zien in ieder geval de naam van de game. Nou, dit is een bevredigend einde. Prachtig. Laat even in de reactie weten of deze game ook bij jou een gevoelige snaar heeft geraakt. En of dit iets is wat jij hartstikke interessant vindt. Ik denk dat MC Escher hartstikke trots zou zijn op deze Gimma. Had hij dit nog mogen meemaken. Ik heb in ieder geval daadwerkelijk genoten. Inderdaad, nu ik terug ben bij het hoofdmenu zie ik ook nog de Forgotten Shores. Met nog 8 extra levels. En nog Ida's Dream. A standalone adventure. En er is ook al een Monument Valley 2. Oftewel, er is nog een heleboel te doen op stream. Misschien lijkt het je leuk om dat binnenkort te kijken. Maar waarschijnlijk gaat het nog eventjes duren. Aangezien ik ga zeer snel naar Japan. Wat echt super onhandig streamen is. Want er is een 7 uur tijdverschil. Dus zeg maar, als het in Japan 12 uur 's middags is. Een beetje een mooi moment om te streamen. Is het in Nederland 5 uur 's morgens. Het gaat helemaal kut worden. Maar misschien kun je eens nog een keer komen kijken. En anders zien we elkaar binnenkort gewoon weer. Bij een andere XXL gameplay. Van een compleet andere game. Tot dan! Doei!